Naar aanleiding van een bezoek dat ik kort geleden bracht aan enige Franse havens, vroeg de polygoon mij of ik een opwekkend woord kon spreken over de haven van Rotterdam. Wanneer men niet verder kijkt dan naar de toestand van het ogenblik, kan dat woord moeilijk opgewekt zijn. De economische toestand toont nog weinig verbetering. Integendeel, het spook van de verdere beperking van het handelsverkeer tussen de verschillende landen bedreigt in toenemende mate de levensbelangen van onze haven. Maar wie mee wil werken om de haven van Rotterdam weer te brengen op de plaats in de eerste rij van de havens van West-Europa, waar zij door haar natuurlijke ligging behoort, mag niet bij de pakken neerzitten en klagen over de moeilijkheden van het ogenblik. Dat heeft men ook begrepen bij de kort geleden gereedgekomen aanleg van de Merwehaven, die reeds nu voorziet in de behoefte aan meer stukgoedhavens op den rechter Maasoever. En daarom is ook de aanleg van de nieuwe petroleumhaven doorgezet, waarheen alle opslagplaatsen van olie in 1935 zullen worden overgebracht. Het werk van de arbeiders in de haven, geholpen door de moderne werktuigen, maken het mogelijk de goederen snel en goed te behandelen, zoals onder andere bij een bezoek aan de Maashaven blijkt. Er is dan ook geen aanleiding om aan de toekomst van Rotterdam te twijfelen. De energie van de Rotterdamse bevolking is daarvoor een waarborg. Het parool moet dan zijn met verdubbelde toewijding en nog grotere energie vooruit.